ben zo moe. Wat zeg je? Ik ben zo moe. We zijn romantisch aan het eten bij Pinocchio in Arnhem. Ja, sorry, mijn camera is een beetje stuk, maar we zitten bij kaarslicht. Het is echt super romantisch. We gaan zo naar Luxor Live, want we gaan naar Ambitieuze Meisjes, want daar gaat Vera praten. En ik ben heel benieuwd hoe Vera het gaat doen. Ik hoop dat ze een beetje goed doet. Dus het is heel eng, maar ik heb er vertrouwen in. Oh. Ja, nu is het net een nieuwsuitzending. Oh. Is het aantrekkelijk? Dat zijn hele coole ouders, die zeiden... Waarom stop je niet gewoon en ga je nu aan je blog werken en dan zie je wel wat er gebeurt. Dus meerdere wegen die naar Rome leiden, ik bewandelde weer een ander pad. En op een gegeven moment toen begon ik wat geld te verdienen met mijn blog. Ik kreeg aanvragen binnen van bedrijven als Zalando, waar ik trouwens echt een hekel aan heb nu, daar doe ik niks meer mee, daar heb ik helemaal geen plan. Van Couture, chocolade, tot, wat had ik nog meer, H&M, tot Esprit, die wilde mij adverteren. Wow, oké, adverteren bij mij. Hoeveel vraag ik daarvoor? Nou, €40 dan maar. Oké, is goed. Ging dat erop zetten. Nou, helemaal trots. Nou, op een gegeven moment kwam er veel meer. Ging eens kijken, hoeveel kan ik ervoor vragen? En dat ontwikkelde zich zo. En nu is het dus mijn fulltime baan. En heb ik een appartement in Amsterdam, waar ik mijn blog... vanuit daar onderhoud. Dus ik schrijf elke dag stukjes op mijn blog, plaats video's en dat is nu mijn werk. En ja, toen ik daar dus mee begon, wist ik helemaal niet dat dat mogelijk was. Ik had geen idee. Ik dacht, ik ga gewoon naar school en uiteindelijk, wat ga ik doen? Ik word vormgever of misschien toch later bij een tijdschrift werken. Maar met de tijdschriften gaat het nu helaas niet meer zo goed en mijn droom is bijgesteld. Ik heb nu mijn eigen tijdschrift eigenlijk en dat is dus mijn blog. En het was eigenlijk een soort geheime kamer achter een boekenkast waarvan ik niet wist dat die er zat. En op een gegeven moment ontdekte ik dus die boekenkast, dat die open kon. En dacht ik, nou, durf ik naar binnen? En kwam ik erachter, ja, dat durf ik. En heb ik zo van mijn blog iets weten te maken waarvan ik niet wist dat het kon. En wat ik eigenlijk wil zeggen is niet stop met school. Want ik sta altijd een beetje onbekend dat ik dat misschien wil vertellen, maar het is absoluut niet waar. Maar ik wil wel gewoon vertellen dat er zijn meerdere mogelijkheden als je denkt dat je niet uitkomt. Bijvoorbeeld omdat wat er bij mij gebeurde, het niet meer ging op school. Weet dat er meerdere manieren zijn en durf er ook je ogen voor open te houden. Want misschien is er wel een andere weg naar Rome of is er wel een boekenkast met erachter een geheime ingang. En kun je toch zo bereiken wat je wil. Dus dat is mijn verhaal. Oh my god, ik kan gewoon niet praten. Ik maak nu bijna 5 jaar video's op YouTube. Sinds 2009 in maart ben ik begonnen. Dus dat is volgend jaar 5 jaar al. Ik kan echt niet geloven. En al die tijd heb ik het altijd met goedkoop, meer fototoestellen gedaan dan echt filmcamera's. Dus echt wat van die kleine compact camera's. En iedereen is zo gewend dat alle andere YouTubers goede kwaliteit hebben. Ik ook. En het is zoveel fijner om naar te kijken. Mooie kwaliteit. Vooral als je spullen laat zien. Het is zoveel fijner en leuker om naar te kijken. Maar het is duur. Een spiegelreflex. Ja, iedereen doet dat dan spiegelreflex. Filmt daarmee. Heel raar. Ik had eigenlijk nooit gedacht. Maar ja, die zijn altijd wel rond de 400-500 euro. En ik dacht, ik ga dat echt nooit bij elkaar krijgen. Het is zoveel geld. Vooral voor mij op dit moment, nu ik op mezelf woon. Ja, is dat echt best wel een jarenplan om dat bij elkaar te krijgen. Dus ik droomde er altijd van. Maar totdat ik van de week ineens zag dat er een Canon 1100D maar €234 kost. En dat is echt €200... tot €300 goedkoper dan ik eigenlijk had verwacht uit te geven. Dus toen dacht ik al van wow, dit is haalbaar. Weet je, het is gewoon goede kwaliteit die iedereen ook maar blijft vragen. En ik baal er zelf al zo erg van. En als ik dan zie dat jullie reageren van jeetje, kwaliteit is echt slecht, en over klagen, dan baal ik daar nog harder van. Vooral omdat het gewoon niet zo makkelijk is.
om zo'n dure camera te kopen. Maar goed, jullie zijn het gewend van anderen, dus ik snap het ook wel. Mijn moeder vroeg mij om een verlanglijst voor Sinterklaas en ik kon alleen maar 2 boeken bedenken. En ik dacht echt van, shit, het enige wat ik echt graag wil is een spiegelreflex. Maar weet je, 234 euro is dan misschien niet veel, maar voor een cadeau is dat echt, nou, zou ik nooit vragen. Dat is echt veel te gek. Dus ik dacht van, shit. Ja, totdat deze camera dus ook stuk ging. Nou, ik weet niet of jullie het nu zien, maar er zit dus een glitter in de lens achter het glas. Ik weet niet hoe hij daar is gekomen. Maar er zit een glitter in waar dus constant midden in het beeld een waas is. Dus toen had ik helemaal zoiets van, ja, weet je, nu is film helemaal niet leuk meer. Er zit gewoon een vlek in beeld constant waar ik niks aan kan doen. Ik heb ook geen geld voor een andere camera. En als ik nu een nieuwe camera koop, dan wil ik niet weer dezelfde fout begaan om weer een compact camera te kopen. Nu wil ik gewoon echt een keer wat nieuws. Want het lijkt me of ik qua kwaliteit gewoon blijf hangen. En ik ben al 5 jaar bezig. En ach, ik baal zo erg. Ik video's meer willen kunnen maken met deze camera. Waardoor mijn filmpjes helemaal stil liggen op het moment. En ja, toch die dromer en blijven balen. En weet je, ondertussen ben ik ook aan het werk, dus ik krijg wel geld. Maar het is maar tot december, want ik heb een feestdagencontract. Dus ja, volgend jaar ben ik gewoon weer werkloos. Dus het is niet dat ik het geld wat binnenkrijg. Ja, dat is puur om te sparen, zodat ik ja, het volgend jaar ook weer nog kan eten. Dus ja, weet je, dan werk je en dan kan je alsnog niks leuks aan jezelf uitgeven. En weet je, ik praat veel, maar ja, wat ik dus, mijn moeder stuurt me net een berichtje van, ja, die camera is toch 234 euro? Ik zei, ja. En toen vroeg ze, ja, hoe vind je het als we dan de helft betalen als Sinterklaas cadeau? En dat is, ja, ik weet niet, ik vind het nog steeds, de helft vind ik alsnog heel duur als cadeau. En het betekent dat ik ook de helft als voor mezelf cadeau moet doen van mijn salaris. Maar ik ben nu gewoon al zo blij. En weet je, zo lief dat mijn ouders willen meehelpen. En ik kan echt niet geloven. Vorige week was het echt nog helemaal niet haalbaar. En nu kan ik hem morgen, ga ik hem kopen. Ik ga morgen gewoon een camera kopen waar ik ja, goed mee kan filmen. Ja, dus ik ben echt helemaal wow. En ik heb ook een beetje zoiets van, oh, ga ik dit ooit leren? Want het is wel even qua instellingen, scherp stellen. Ja, wel wat moeilijker, maar ik, ja, volgens mij moet het te doen zijn. Oh, damn, ik kan het nog niet helemaal geloven. En qua editen, ik hoop dat het ook goed komt. Maar ja, ik ben nu al zo blij. Mijn filmpjes worden dus van betere kwaliteit. Eindelijk, na bijna 5 jaar. En ik hoop dat jullie ook net zo blij zijn als ik. En dat het ook, ja, dat het me lukt. En dat ik daardoor ook weer meer ga filmen en wil filmen en er zin in heb. En ik kijk er nu al zo naar uit. En ik ben echt heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. En wow. Ik kan het nog niet geloven, maar ik ben echt heel blij. We zijn bij Bagels & Beans. We gaan lekker eten. Het is mijn moeder. Die is ook een keer naar Rotterdam gekomen. We zijn net naar de Flying Tiger geweest. En dan denk je alles is heel goedkoop, maar uiteindelijk betaal je nog 40 euro. Het is echt zo'n Primark winkel. Ik neem veel te veel mee. Ja, mijn moeder probeert te typen. Het zou dicht de rest van de stad. Ik ben er dicht vooruit. Ik word net aangesproken door 2 meisjes om ik ga vloggen. Ze zitten in mijn vlog. Ik heb lol. Ik heb vette lol. Kijk dan. Look at me. Alles ziet er zo mooi uit. Het is echt wow, zo scherp. En de kleuren kloppen. Ik ben echt even in een andere wereld beland. Kijk, dit ben ik ook. Ja, echter. Dit ben ik. Het is heel gek om zo te filmen met zo'n grote camera. Het is wel een beetje onwennig. Gewoon omdat ik er iets heb van. Het is denk ik scherp. Moeilijk om dan dit.
klaar. Jee. Kijk, het is een ballon met een ledlampje erin. Het is heel grappig. Hij brandt ongeveer 15 uur volgens mij. En het is nu al bijna 2:15 s'nachts. En ik ben serieus opgestaan om te gaan vloggen. Want ik ben echt too excited. Ik bouw mijn nieuwe camera. Ook al snap ik er nog niet heel veel van. En wat irritant is. Alsof ik nu al klaag. Maar er zit zeg maar een lens op. En dat zei iemand al. Van dat je het heel erg hoort als je filmt. En je draait aan de lens. Dat horen jullie heel erg. Vooral als je hem scherp stelt. Hier. Maar goed. Tijdens het filmen. De filmpjes die ik meestal maak is dat niet erg. Daar kan ik een soort sfeerbeelden van maken. Verder zie je niks in de kamer. En Ik heb net een film van Tess gekeken uit Finland. Ik vond het zo leuk. Ik werd helemaal... Ik zei dit van die sfeerbeelden. Vind ik altijd heel leuk. En nu kan ik dat ook allemaal een beetje doen met deze. Want ik kan veel mooiere beelden maken. En ook scherp stellen. En een beetje water. En ermee spelen. Ik ga morgen naar het Rijksmuseum. Dus dan zien jullie meer. Yay, wat rustig.